Ruim een maand geleden horen de bewoners van zorginstellingen Het Anker dat hun verpleegafdeling gaat sluiten en al op korte termijn. Familieleden richten snel een actiecomité op en willen een gesprek met de directie. Die reageert met een brief van de bewoners. Strekking: als u zich laat vertegenwoordigen door dat actiecomité, gaan wij na of het invloed heeft op de zorgovereenkomst die wij met u hebben. Dan kunt u aan die kant langs. Niet alleen bewoners, maar ook raadsleden in Voorburg vinden dat die brief te ver gaat. Ik vond hem intimiderend. Ik had er geen goede smaak van in mijn mond. En ik denk dat je niet mensen al bij voorbaat moet zeggen, als je met een actiecomité van je eigen zoons en dochters in zee gaat, moet je heel goed nadenken over je rechten. Of moet je heel goed nadenken over je zorgplan. Dat zijn de pijlers waarop mensen hier wonen. Het CDA in de Voorburgse gemeenteraad vindt dat de directie van de zorginstelling de zaak van begin af aan niet goed aanpakt. Waardeloos. Ik had graag gezien dat ze eerst hadden nagedacht en samen met bewoners hadden gesproken voordat ze überhaupt plannen gingen maken. Ik denk dat je oude mensen die dement zijn niet op deze manier moet overdonderen, niet op deze manier moet dwingen. En ik denk dat deze directie even op zijn schreden moet terugkeren. Het bewonerscomité is boos en is met de brief naar de zorginspectie gestapt.